geboortedag? 15 mei. 19 juni. Ik trouw 12 juni 2015, dus dat is over 7 maandjes. Ja, volgend jaar 16 oktober. En is alles al uitgezocht? Nee, dat nog niet. We zijn druk bezig om alles uit te zoeken. De trouwjurk is uitgezocht. Wij gaan hier trouwen, dus dat is ook al bekend. Voor de rest nog een paar dingen uitzoeken. De trouwlocatie weet ik al en ja, waar ik ga trouwen. Maar voor de rest nog niet, eigenlijk. Ik word bruid worden. Jij wil bruid worden? Ja, samen met Josje. Ali, we hebben jou net de modeshow zien presenteren. Je bent ook trouwambtenaar. Merk jij iets van een trend dat het weer in opkomst is? De liefde hangt uiteraard natuurlijk altijd in de lucht. Maar je merkt wel dat mensen in deze tijd toch elkaar meer opzoeken. En dat ze na gaan denken van, wij willen toch onze liefde laten bezegelen. Wij gaan toch elkaar ja-woord geven. Ja, wij merken enorm dat er weer meer getrouwd mag worden. De gezelschappen worden wel wat kleiner, moet ik zeggen. Men kiest echt voor de eigen naasten om overdag te zijn. 'S Avonds een wat groter feest. Maar ja, echt de 300, 400 mensen, dat is er helaas niet meer bij. Maar ik denk dat het gewoon steeds persoonlijker wordt voor de bruidsparen. Kijk naar de reserveringen eigenlijk voor 2015, ja, is wonderbaarlijk goed. En dat kan uiteraard te maken hebben met het feit dat je zelf verder en langer bezig bent met je vak. Maar ik zie het ook om me heen, dat mensen steeds meer het gevoel hebben dat het drukker wordt. Dus 2015 wordt volgens mij echt wel een goed trouwjaar. Ja, oké. Okay. Weet u ook iets van trouwcijfers? Zit daar weer een groei in? Ja, daar zit ook een groei in. Ongeveer een 8% is naar schatting wat volgend jaar meer gaat trouwen. Ik zie toch wel een verandering eigenlijk van het hele romantische. Gaat het veel meer naar het stoere, het urbanachtige, het industriële. En dat is juist ook iets wat ik zelf heel erg leuk vind ook om te doen. En juist op zoek gaan naar bijzondere locaties zoals oude fabrieken, een autosloperij, zoiets dergelijks. Om daar juist iets bijzonders van te maken. Dat is juist het contrast tussen heel mooi en het stoere, het materiaal wat verouderd is. Zijn dat nog wel de foto's voor op de trouwmantel bij opa en oma? Nou, je ziet nog altijd dat toch wel het traditionele echtpaar naast elkaar. Dat nog wel steeds een foto is waar heel veel wordt nabesteld. Maar je ziet toch echt wel op een iets andere manier. Niet zo stijfjes, veel stoerder, lekker nonchalant. Maar de liefde moet er wel afspatten natuurlijk. Who cares, baby? I think I wanna marry you. Als je een man zoekt, kan je nu een oproep doen. Waar moet je dat wel doen? Hij moet humor hebben, net als ik.